De Juliana-school in Schenkeldijk in de Hoekse Waard wordt leeggeruimd. De school moet dicht omdat er niet genoeg leerlingen meer zijn. 21 kinderen op 1 oktober, nou dat zijn 2 kinderen te weinig. En dan geeft de minister geen geld meer. Nee. Want eerst hadden jullie nog de kinderen van het asielzoekcentrum, hè, in Schravendeel? Ja, van de taalklas. Ongeveer 15 kinderen. Het asielzoekerscentrum ging toch wel heel snel dicht. Dus we kwamen ineens met 15 kinderen minder te zitten. Gisteren was de laatste schooldag. In het volgende schooljaar wordt iedereen weer verwacht op de nieuwe fusieschool. Zo'n 1,5 kilometer verderop in Mookhoek. De sleutel van dit schoolgebouw moet eind deze week terug naar de gemeente. Ja, een beetje een dubbel gevoel eigenlijk. Aan de ene kant is het, hebben we het heel fijn afgesloten met elkaar. En aan de andere kant is het natuurlijk wel de emotie van een school die echt heel lang bestaan heeft. En wat nu echt ten einde komt. De spullen verhuizen, de leerlingen verhuizen. Leraren ook, hè? Ja, de meeste leraren gaan mee, want het is een fusie. En dankzij de fusie kunnen we eigenlijk allemaal mee. De terugloop van het aantal leerlingen heeft te maken met de sterke vergrijzing in deze omgeving. Al kwam deze week nog in het nieuws dat de Hoekse Waard wel de laatste jaren meer jonge gezinnen trekt. Dat is te laat. Daar kunnen we niet op wachten. Het echt te weinig kinderen. Dus ja, en echt in de hoek. Je ligt ver weg. Je ligt afgelegen van de dijk. En dan is het moeilijk de school te vinden.